Okie dokie. Hallo. Damn it. Daily challenge tijd. Ik moet daar echt een manier voor vinden dat het sneller gaat, want dit kost tijd. Oei. Over tijd gesproken, ik denk dat we die hard nodig gaan hebben hier. Wat gaat dit zijn, joh? Ik heb een paar ideeën, maar ik moet wel even iets van een bordje zien ofzo. Want het zijn ideeën die echt razend ver uit elkaar liggen, dus oké, dat helpt al een beetje. Oh, ik dacht dat dit, maar dit zijn gewoon paaltjes. Het helpt een beetje, maar niet helemaal. Stroef korte kleding, hè? Ik zit een beetje te twijfelen. Met de zon in het gezicht. Wat ik zei, ik wil gewoon een bordje zien. Kijk, oké, top. Dit helpt een beetje. Om even in vegetables. Het is met name omdat het zo heuvelachtig is. Om een beetje van mijn dingen afwerpt. Van mijn want dat zou normaal Lesotho zijn, maar die mensen die droegen korte kleding en die dragen normaal gezegd in Lesotho dragen ze langere kleding. Het zijn gewoon koeien. Die gewoon lekker op je gemakje ik weet niet wat ik wil zeggen. Wel dan. Het gaat Lesotho of Eswatini zijn, en dat is een beetje het probleem. Die liggen niet heel dicht bij elkaar. Maar ik gok op Lesotho. En ik weet dat het een risico is. Damn it! Ja. Oké, ik zie daar meer bordjes staan. Dus ik denk dat het verstandig is om in ieder geval die kant op te gaan. Als Geocacher mij dat toestaat. Gebaseerd op wat ik tot nu toe gezien heb, zou ik zeggen dat het in Mexico is. Maar ik hou mijn hoofd open voor andere ideeën. Sorry. Excuse me. Het zou eventueel ook Chili kunnen zijn. Met die hoge bergen. Ik vast wel in Mexico. Vast wel. Maar het lastig.
Moet ik doen wat mijn... Ik ga toch... Ik ga het risico nemen. Ik ga het risico gewoon nemen. Ik ga het risico gewoon nemen. Ook gebaseerd op dat potje, op deze plant. Ik neem het risico. Dat is misschien wel trouwens iets te ver mogelijk, maar... zuidelijk. Ik zeg noordelijk omdat het, hoe heet het? Omdat het, zeg het eens, ik... Woorden... Werk mee. Ze wil niet meewerken. Oké. Het is wel een lastige locatie, zeg. Als in zijn lastig om te navigeren, zeg maar. Het is sowieso een lastige locatie om uit te vinden waar we zijn, maar... Goed, dat zullen we over 9 seconden zien of ik gelijk heb in mijn beredenering. Maar hij gaat langzaam vooruit. Hij wil niet graag vooruit als hij gaat. Oké, het was niet, maar de beredenering was goed. Dus... Is het... Brazilië? Ik denk dat dit Brazilië is. Denk ik. Maar welke stad is dit? Daar gaat het om draaien. Ik denk sowieso dat Brazilië inderdaad klopt. Ik zit een beetje twijfelen tussen of dit Rio is. Of dat dit... waar is die andere? Ik zoek een hele specifieke die hier onderin ligt. Misschien is het bevestigd dat het in Brazilië is, voordat ik helemaal wild gaat op Brazilië. Ik denk dat ik wel gezegd dat ik op Brazilië wel goed zit. Ik ben alleen niet helemaal overtuigd of dit Rio is. Fortaleza. Oké, Fortaleza, maar dat is de prefectuur. Dat is niet wat we moeten hebben eigenlijk. We moeten echt de stadsnaam hebben. Ik kom op met je Red Tomb of Glory. Fortaleza, oh wauw, dat is gewoon een stad. Oeps. Oké, nou ja, eigen schuld. Hey, ik had het in ieder geval goed. ik heb geen idee wat dit gaat zijn. China misschien? Nope, niet China. Bermuda?
Ja, Bermuda. Bermuda. En dit is een. Dat is een golfbaan, dat zullen we niet zijn. Dit is ook de golfbaan. Ik weet dat er ergens een plek is, maar ik ben het echt compleet vergeten wat het is. Zou dat hier zijn? Misschien wel, misschien niet. Oh man, ik had gewoon beter moeten kijken naar die van Brazilië. Dan had ik het waarschijnlijk ook gewoon gehaald. Oké, we gaan nou echt. Is dit nog een pad? Ja, dit is nog wel een pad. Maar vraag in godsnaam niet hoe het pad loopt, want volgens mij weet het pad zelf niet hoe het pad loopt. Ja, weer iets geleerd over Brazilië. Dat een plaats is die Fortaleza heet. Dat is, wat ik zeg, dat is gewoon echt mijn eigen domme schuld. Dat is zo'n. Ik heb het in het verleden ook wel eens gehad. Dat je gewoon echt blind bent voor andere dingen, zeg maar. Dan ga je je zo focussen op dit moet het zijn. Dat je niet overweegt om ook maar naar iets anders te kijken. Ik had gewoon moeten kijken in heel Brazilië van hey, is er een andere plaats die Fortaleza heet? In plaats van nah, is niks. Somerset Lock Bay. Te ver uitzoomen. Ah, echt, ik kom er net op aan, helaas. Next and last one. Dit zal. Wacht even. Ik denk dat dit. Dit is een locatie die we al een keer gehad hebben. Ja. Als ik het goed heb. Vils. Ja, dit is volgens mij in Manila. Want je kunt, als je het wilt, kun je San Augustine Church. Wat ik zeg, volgens mij, als ik me goed herinner, is dit inderdaad in Manila. Ik weet dat je ook hier uit kunt ontsnappen hoor, als je het op het goede punt doet, maar laten we ons nou gewoon focussen op het vinden van die. Die kerk. Ik geloof dat het ook best wel redelijk in het centrum van. Van dingen was. Van Manila, als ik het goed heb. Onthouden. Misschien ook wel niet. Het is echt lang geleden dat we deze gehad hebben. Ik wil eerst dan zeggen van, oh, we staan op een stoep. Dit is Costa Rica. Maar toen herkende ik de locatie gelijk. En nogmaals, dat is dus waar ik het wel eens vaker over heb. Als je
dit vaker speelt, als je bepaalde locaties herkent. Kijk, nou weet ik dat dit Manila is. Ik weet niet precies waar het is. Maar, weet je, dat soort dingen helpen al. En dan snap ik heel goed dat de mensen die dit veel spelen, dat die 25.000 of dichtbij 25.000 kunnen krijgen. Maar er zijn ook locaties bij waarvan ik denk van, ja, nee. Oh, daar was het. Ja, ik had je ietsje verder moeten inzoomen. Ja, als ik gewoon had opgelet, had ik hier. Wat ik zei, dit is echt gewoon mijn eigen domme schuld. Door gewoon blind te zijn en gewoon te focussen op één ding. Anders had ik het gewoon gered. 100%. Eigen schuld. Maar goed. Dat was hem voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe hele challenge. En dan zeg ik, tot morgen.